Het WK hier in Rotterdam. Ja, daar verheug je je wel op, kan ik me voorstellen. Ja, zeker. Ik hoop dat het een groot spektakel hier wordt. En ik heb wel goede verwachtingen. Is het gek om je voor te stellen als je in zo'n lege hal hier staat dat hier binnenkort een WK gaat worden verreden? Ja, ik heb hem al wel proberen in te beelden, maar het is toch niet helemaal gelukt. Nee. Nou is de baan ook gepresenteerd net. Ik denk dat jullie hem stiekem al kenden. Is een soort baan of het formaat van de baan nou ook echt bepalend voor hoe zo'n WK gaat verlopen? Ja, dat is wel zeker bepalend. Vorig jaar in Nieuw-Zeeland hadden we een baan die een beetje tegenviel voor iedereen. Vooral voor onze de elite, omdat we net met iets grotere snelheden over de baan heen gingen. Vooral de eerste bocht was toen een beetje killing, want er gebeurden allerlei dingen die eigenlijk niet horen te gebeuren. Er was één grote puinhoop, elk rondje weer. Beetje jammer, want zorgde een beetje voor een saaie wedstrijd. Het was elke keer al gedaan in de eerste bocht. Hij wist eigenlijk al wie er ging winnen. Dus de bedoeling is om hier dadelijk met die lange bocht te creëren dat we de wedstrijd dus wel inhouden tot de finish. En dat dus een spannende wedstrijd wordt tot de finishlijn zijn. Een wedstrijd in Nederland, dan zou je zeggen ga eens even met het Nederlands team zitten en kijk wat zij graag willen als het om de baan gaat. Werkt het ook zo? Nou, we hebben wel een klein beetje invloed gehad. Met name voor de eerste bocht dus was ook een klein ideetje van ons. Maar we hebben niet al te veel invloed en we hopen natuurlijk wel dat het dadelijk mooi neergelegd wordt en dat het gewoon een goede baan wordt, zodat we gewoon met z'n allen kunnen knallen hier. Als je nou kijkt naar de populariteit van de sport in Nederland, denk je dan dat deze toch vrij imposante hal vol gaat zitten als jullie hier het WK verrijden? Nou, ik denk zeker dat het met onze wedstrijddagen op zaterdag en zondag toch wel vol zit. Ik bedoel, 7000 man of hoeveel was het? Het moet toch wel lukken met z'n allen. Het is natuurlijk een hartstikke spannende wedstrijd. Het is hartstikke spectaculair. Alle toppers zijn er dadelijk. Ook alle Olympische kampioenen van 2012 zullen aanwezig zijn. Dus het is een hartstikke mooie strijd. En ik snap niet waarom ze niet willen komen kijken. Jij pakte Olympisch brons, hè, in Londen. Dat is ook wel iets wat van invloed is geweest ook op de populariteit van deze sport. Merk je dat zelf ook echt? Ja, we merken het wel. Ik heb al eerder gezegd, bijvoorbeeld als we op Schiphol lopen met deze kleren aan, dan krijgen we nog wel eens een vraag van, oh, wat doen jullie voor sport? En voorheen was het altijd zo van, als wij zeiden BMX, leg eens uit, we kennen die sport niet. Maar nou weet iedereen toch wel wat het is. En af en toe vragen ze ook nog wel eens, oh, ben je dan dat meisje wat brons heeft gewonnen? Ja, klopt, dat ben ik. Dus dat zegt wel dat ze het allemaal hebben gezien op tv en dat ze het misschien wel hebben gevolgd. En we hebben ook wel heel veel goede reacties gekregen. Dus dat ze het leuk vonden en zo, dat het heel spectaculair was om te zien. En dat is alleen maar goed nieuws natuurlijk. En dus weten mensen inmiddels ook dat BMX meer is dan grote mensen op een klein fietsje? Ja, inderdaad. Heeft die Olympische medaille, het klinkt misschien een beetje zwaar, maar jouw leven verandert op een bepaalde manier? Ja, dat heeft het wel zeker. In het begin was het een beetje underdog altijd. En de BMX sport was altijd inderdaad grote mensen op kleine fietsjes. Na de Spelen was het sowieso een beetje druk, een beetje hectisch. En iedereen die wilde in één keer wat van me weten. Dat was voor mij best wel even anders, want dat had ik van tevoren totaal niet verwacht. Dus het was zeker wel even anders. Maar het is nu weer iets rustiger en ik ben er iets meer aan gewend. Dus het is bijna normaal. Bevalt het leven van een Olympische bronzen medaille winnaar? Ja hoor. Olympische Spelen, daar gaat het om in jullie sport, en jullie leven van spelen naar spelen. Deze wereldkampioenschappen vallen precies tussen twee Olympische Spelen in. Wat betekent dat voor de status van dit toernooi? Hoe benaderen jullie zo'n WK als hier in Rotterdam? Nou ja, het WK is sowieso elk jaar het belangrijkste evenement, behalve dan in het Olympisch jaar. Dan is de Olympische Spelen net iets belangrijker natuurlijk. Maar dit jaar begint weer de telling voor Rio. Net de wereldbeker voor de WK begint het. Dus dit WK telt zeker net iets harder mee als vorig jaar het WK. Doelstelling hier in Rotterdam? Podium. Ja. En dan maakt de tree voor jou niet uit? Nou ja, het liefst natuurlijk bovenaan. Altijd.